Dus dat is alles wat er nog moet. En dit is alles. En hoe is die nou? Wat? Nou, alles. Nou, met zo'n blootje vliegenzwam gaat die wel. Lekker het zonnetje. En hoe doe je dat met die vliegenzwam? Die heb ik laten drogen. Verpulverd. Met een beetje 100% tabak. Lekker. En een stukje gegeten ook, hè? Een klein stukje gedroogd. Ja, voorafje. Heel lekker. Ja. En nou, wat ik zeg, dit is het nog hè, wat er moet gebeuren. En dat hebben we gedaan. Van de horens over voets, ja. Ja. Van alles wat jij dus vanmorgen hebt geoogst in het bos. Hey, en hoe zit dat met die plekjes, met die Frans? Als jij een Fransman vraagt van, weet je een plekje voor me waar ik seps kan vinden? Nou, dat zeggen ze niet, hè. Schijn. En jij, wat zou jij zeggen? Dat zeg ik ook niet. jouw troepet is de morte. Zeer geheim. Ja. Maar dat is... Ja. En maar je begrijpt het nu wel, want eerst snapt hij dat niet. Nou, ja, nee, ik snap het wel. Ja. Ja. Het kan net zijn dat je net wil gaan zoeken dat... Degene aan wie het verteld hebt. Ja, een paar mensen. Hè, want deze plek zit zoveel, dat kan niet één iemand aanpakken. Maar ja, je hebt natuurlijk mensen die gaan voor de, om dit te gaan verkopen. Dus ja, die gaan de hele dag zoeken met een stel en die halen natuurlijk alles weg dan. Een kruiwagen mee. Een hele kruiwagen en nemen dan alles mee. Dus, ja, zit wel wat in, hè? Het is belangrijk om dat geheim te houden. Ja, ja dat dachten wij. Ja, wij dachten ook al van, nou ja, ik kan het ook gewoon omzetten in... In cash. In cash, want je kan het, dit kan je niet, ja je kan het wel drogen, maar er schiet weinig van over, hè? Ja, dat hebben we net gezien. Dat maakt niet uit, want dan gooi je weer in water, dan wordt het weer groot, dus dat maakt niet uit. Maar toch. Maar ik vind gewoon, als je het verkoopt, dan heb je deze hele berg, nou wat zou je voor krijgen, 8 euro. Dat weten we dus nog niet. Zoiets, 10 euro, ik bedoel, dan eet ik ze liever zelf op. Ja, maar we hebben dus ook gezien, bijvoorbeeld seps, die zijn 25,90 per kilo. Ja. Verkoop. Ja, maar dus dan heb je ook iets van voor tientje per kilo of zo wat je er dan voor krijgt. Ja, en hoeveel seps is 10 kilo? Dat is heel licht. Ze zijn vrij licht van gewicht, dus je al 15 seps nodig hebt. Dus dat vind ik ook allemaal niet de moeite. Nee. Nee. Beter dat je zelf opeten. Maar ja, omdat je ze kan drogen, kan je ze dus ook heel lang, dus in feite conserveren. Ja, kan ze drogen. En dan heel lang bewaren. Ja. Zo gaat dat, hè? Zo gaat dat.